Het is bijna zover. Levi Vloed, een Paralympische atleet uit Linden, gemeente Kuik, gaat zaterdagochtend 4 september om 4:55 zijn serie lopen. Gaat hij het redden? Tuurlijk gaat hij het redden. We gaan er allemaal klaar voor zitten en heel Kuik leeft met hem mee. Als hij het gaat halen, dan gaat hij om 1:15 de finale lopen en dan goud, zilver, brons. We wachten het af. We gaan het zien. We zijn hier nu op dit moment in het centrum van Kuik en gaan de mensen vragen hoe ze meeleven met Levi Vloed. Gewoon nog een vraag aan u. Ja. Kijkt u naar de Paralympische Spelen? Jazeker. Het is heel interessant en ook heel belangrijk dat die mensen meetellen. Ja. En welke sporten volgt u vooral? Ik volg zwemmen, hardlopen en rolstoeltennis. En wat vindt u ervan dat zij toch met een handicap toch zo'n sport uitoefenen en zo heerlijk enthousiast zijn? Want we doen het absoluut niet fout op de Paralympische Spelen. Ik vind het ongekend dat iemand met zulke handicaps vaak zo ver komen. Dat vind ik heel knap. En ik, ja, gewoon de drive die de mensen hebben om zo ver te komen vind ik heel knap. Het is de dag, 4 september, morgenochtend, 4:55. Levi Vloed uit Linden, gemeente Kuik, gaat hardlopen. Gaat u de wekker voor zetten en gaat u kijken? Zeer zeker, want ik gun het hem graag en ik hoop dat hij in de middag de finale haalt. U zit lekker te genieten van een kopje koffie, maar kijkt u s'avonds ook naar de Paralympische Spelen? Ja, naar het nieuws eigenlijk. Anders haast niet. Want ik vind dus dat je te weinig ziet, in principe. Ja? Ja, en wat, ja, want het is inderdaad alleen maar s'avonds. Nu wordt inderdaad het finale rolstoelbasketbal wordt wel live uitgezonden, ja. Zaterdag. Maar de rest van de sporten die net zo interessant zijn en hele prestaties zijn, worden eigenlijk, nou, bijna niet uitgezonden. Nee, bijna niet. Want ik vind gewoon de Olympische Spelen, dat zie je de hele dag bijna. Kun je 's middags heerlijk op je tv even kijken. Maar hier zie je niets mee, haast. Nee, het is allemaal te volgen via de livestreams van de NOS. Ja, maar dat is wel waar, maar daar zitten we eigenlijk niet zo vaak op. Het is meestal gewoon even de tv aan en zeggen van, nou, het moet erop eigenlijk. Maar ja, het is niet zo. Dankjewel en ga lekker genieten van uw eten. Ja, dankjewel hoor. Volg je de Paralympische Spelen? Ja, dat probeer ik te doen. Ik kijk over het algemeen wel sport. Ik heb een zeer volle agenda, dus het lukt me niet altijd. Maar toevallig had ik het er gisteren met mijn vrouw nog over. Het is een schande, vind ik, dat
laat ik zeggen, de Olympische Spelen zo waanzinnig veel, volgens mij 24 uur per dag werden uitgezonden. En van de Paralympics vind ik niks terug. Klein artikeltje in de krant, 10 centimeter en that's it. Ik vind niet dat dat hoort. Ja, je ziet natuurlijk wel naar het één vandaag en s'avonds om 10 uur zie je een half uurtje. Maar dan heb je het ook gehad en via de streams is te volgen. Ja. Nou, achter het nieuws, dat zie ik dan vaak, want ik kijk naar achter het nieuws. Dus dan pak ik dat mee als ik dat zie. Maar verder kan ik het niet vinden. En los van het feit dat ik het niet kan vinden, vind ik gewoon dat je die mensen tekort doet. Zij leveren daar namelijk een prestatie op hun niveau die ik denk dat wij niet genoeg waarderen. Ja. 4:55, Levi Vloed, onze plaatselijke atletiekheld, T64, 200 meter, gaat zijn series lopen. Gaat u daar de wekker voor zetten? Ik hou het in gedachten. 4:55 is niet de tijd die ik normaal gesproken ga kijken, maar wie weet, misschien na dit gesprek dat ik toch even de wekker zet en ga kijken. We zijn hier in Linden, gemeente Kuik. Ja, u woont eigenlijk om de hoek bij Levi Vloed. Maar ten eerste, volgt u wel een beetje de Paralympische Spelen? Nou ja, weet u wat, s'nachts heb ik er wel problemen mee om op te staan. Maar overdag en s'avonds volg ik het wel. En ik hoop dat hij heel veel, of ik wens hem heel veel succes met het lopen vannacht. En ik hoop het morgen te volgen. Ja, want... om 4:30 morgenochtend is het zover. Als hij zijn series haalt, dan gaat hij door naar de finale om 1:15, Nederlandse tijd. Maar wat vindt u van zijn prestatie? Want het is toch wel iets unieks eigenlijk, dat dit soort mensen zulke prestaties leveren. Nou, ik vind het heel, heel goed wat hij doet. En ik snap, hij zal er heel veel moeite mee hebben, want hij heeft ook nog een blessure, geloof ik. Maar ik wens hem hierbij toch heel veel succes. En het is een kei van een jongen. Dus die gaat ervoor. Hola mensen. Vanuit het Paralympisch dorp hier. Ik loop lekker buiten in de regen. Terug naar het appartement. En morgen is de grote dag. Morgen 200 meter series. Om 11:30 deze tijd hier. Ik heb er zin in. En het gaat goed. We hebben een mooi voorbereidingskamp gedraaid. In Shiba, hier dichtbij Tokio. En hier de afgelopen tijd in het dorp, in het Olympisch Stadion, voorbereid voor de race. En ik ben er eigenlijk wel tevreden over hoe het tot nu toe is gegaan. Ik heb alleen wel de laatste paar dagen wat hobbels in de weg gehad. Een paar plekjes op mijn stomp die een beetje aan het irriteren zijn, waardoor ik een aantal dagen op krukken moest lopen, geen prothese aan. Niet ideaal, maar maakt denk ik niet zoveel uit in dit stadium. Met veel trainen win je niet zoveel meer nu. Dus rust pakken is ook heel belangrijk, dat heb ik gedaan. Ja, zoals ik al zei, ik ben er klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd wat voor mooie tijd ik op de klok kan zetten. We gaan het zien. Het begint hier steeds harder te regenen inmiddels. Maar ik hoop dat jullie morgen voor de livestream zitten te kijken. Knallen in de series. Zodat die finale in de pocket is. Dezelfde dag in de avond nog finale. We gaan kijken.
Heel veel zin in. En we gaan knallen morgen. Let's go! Ja, Paralympische Spelen. Je woont om de hoek bij Levi. Klopt. Volg je het een beetje in de Paralympische Spelen? Zeker, heel leuk om naar te kijken. Ja. Wat vind je ervan dat het eigenlijk zo weinig wordt uitgezonden? Ja, dat vind ik wel jammer. Zou wel iets meer aandacht voor mogen zijn. Dat is toch allemaal heel bijzonder dat ze het allemaal klaarspelen. Dus wat dat betreft zou het wel meer mogen, ja. En zaterdagochtend, 4:30, gaat Levi zijn series lopen. Ga je kijken? Ga je de wekker zetten? Dat ga ik zeker doen. Ik ga zeker de wekker zetten. Ja. Voor iedereen van de familie. Ja, doe ik zeker. Ja. Okay. En daarna, ja, als hij het haalt, 1:15, 's middags de finale. Ja, dat zou toch top zijn. Hij heeft er al knetterhard voor gewerkt. Dan gaan de vlaggen uit hier in Linden waarschijnlijk. Dat zou wel heel super zijn. Okay. Ja. Wil je nog iets tegen je Levi zeggen in de camera? Heel veel succes, je kan het! Hey, ken jij Levi Vloed? Ja. Ja? Hij woont hier inderdaad om de hoek. En je weet, hij doet mee met de Paralympische Spelen. Kijk je wel eens naar de Paralympische Spelen? Ja, dat wel. Ja? En wat volg je dan? Gewoon sommige sporten. Ja, heel gaaf. En je weet, zaterdagochtend 4:30 gaat hij zijn serie lopen. Ga je de wekker voor zetten? Ja. Ja. En als hij het haalt, ga je dan ook 1:15 middags kijken naar de finale? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hey, wil je in de camera iets tegen Levi zeggen? Nog heel veel succes.